Welkom bij deze BD Suisse inleidende WebTrader tutorial. In deze video zullen wij u uitleggen hoe u het BD Suisse WebTrader platform kunt gebruiken om uw eerste handelstransactie te plaatsen. Stap 1. Om een handelstransactie te plaatsen, moet u eerst de Activa uit het offertevenster selecteren waarmee u wenst te handelen. Hier ziet u de huidige prijzen van alle Activa-klassen waarmee u kunt handelen. Met BD Suisse kunt u valutas verhandelen zoals euro-US-dollar, grondstoffen zoals olie. Aandelen zoals Apple of indices zoals de SP 500. Voor snel zoeken, typ uw gewenste Activa in het tabblad Zoeken in of selecteer de Activa-klasse door op het uitklapmenu te klikken. Laat ons hypothetisch zeggen dat we een handelstransactie willen plaatsen op het Euro-US-Dollar-paar. Klik gewoon op de grafiek-icoon van Euro-US-Dollar en kies een tijdsbestek. Voor deze tutorial zullen we een tijdsbestek van 1 minuut gebruiken, wat betekent dat elke kaars een periode van 1 minuut van de prijsactie zal voorstellen. BD Swiss biedt meer dan 50 indicatoren om u uw toekomstige prijsrichting beter te helpen bepalen. Klik op het instellingen symbool en selecteer Studies. Kies de indicator die u wilt toepassen op uw grafiek. U kunt de standaardinstellingen laten zoals ze zijn of ze aanpassen naar uw wensen. Klik op Studie creëren en de indicatoren worden automatisch bovenop uw grafiek geplaatst. Klik op Kopen als u denkt dat de waarde van de activa zal stijgen. Klik op Verkopen als u denkt dat de waarde van de activa zal dalen. Stap 2. Er verschijnt een nieuw venster om uw orde te bevestigen. U bent nu klaar om uw handelsomvang te definiëren. De handelsomvang wordt gedefinieerd in lots. Een standaard lot verschilt op basis van de activa die u verhandelt. Bijvoorbeeld 1 lot aan valuta's is gelijk aan 100.000 eenheden van de basisvaluta. Een minilot of 0,1 lots stelt 10.000 voor en een microlot of 0,01 lots stelt 1000 eenheden van een valuta voor. Met BD Suisse kunt u reeds handelen met 0,01 lots, wat gelijk is aan 1000 eenheden van de eerste valuta van het paar, ook wel bekend als de basisvaluta. Om grotere hoeveelheden te verhandelen met beperkte middelen, kan het zijn dat u voor leverage kiest. De leverage-instelling wordt gedefinieerd bij het openen van de account en kan gewijzigd worden nadat men een passendheidstest voltooid heeft. In deze tutorial zullen we een handelstransactie plaatsen van 0,1 lot op het euro-US-Dollar-paar. Laten we er bijvoorbeeld van uitgaan dat we 200 euro op ons accountsaldo hebben en dat ons standaard account leverage ingesteld staat op 1 tot 50. Dit betekent dat we ons leverage kunnen gebruiken om een positie te openen die 50 keer groter is dan ons accountsaldo, aangezien 200 keer 50 10.000 euro is. Dat klopt, u kunt een handelstransactie van 10.000 euro plaatsen met slechts 200 euro. Merk echter op dat leverage de kans op winst, maar ook de kans op verlies vergroot. Dit betekent dat als de handelstransactie tegen u zou werken, dat uw verlies groter zal zijn als u ervoor kiest om een hogere leverage te gebruiken. Als uw account leverage ingesteld is op 1 tot 400, dan kunt u een handelstransactie plaatsen die 400 keer groter is dan uw accountsaldo. Dit betekent dat u een positie zou kunnen openen die zo groot is als 80.000, aangezien 200 keer 400 80.000 is, wat gelijk is aan 0,8 lots. Merk op dat wanneer u een grotere leverage gebruikt, dat uw potentiële winst of verliesmarge ook groter wordt. Dat is de kracht van leverage. Het belangrijkste wat u moet onthouden is dat uw maximale handelsomvang altijd gedefinieerd wordt door uw beschikbare accountsaldo of in handelstermen beschikbaar vermogen en leverage. Laten we onze eerste handelstransactie plaatsen. Stap 3. Klik gewoon op de knop Kopen om uw order te bevestigen. Een uitgevoerde order vormt een positie waarvan het resultaat, de gemiddelde prijs en andere parameters kunnen gevolgd worden in het positievenster hieronder. Als de prijs beweegt in de richting die u verwachtte, dan zult u winst zien. Als de prijs in de tegengestelde richting beweegt, dan zult u verlies zien. De positie zal open blijven zolang u voldoende beschikbaar vermogen hebt in uw saldo. Winsten en verliezen worden alleen gerealiseerd wanneer de positie gesloten is. U mag uw positie op elk moment sluiten door gewoon op X te klikken en Sluiten te kiezen in het ordervenster. En dit sluit de tutorial van vandaag af over hoe een handelstransactie op het BD Swiss WebTrader platform geplaatst wordt. Bedankt voor het kijken!